Wie wordt de uitdager van Lindemans Aalst in die Challenge Playoffs voor de vijfde plaats in de strijd om dat laatste Europees ticket? En dan denk ik aan Tectum Achel bijvoorbeeld, want die zijn net onder Aalst geëindigd. Coach Jan, is dat een leuke veronderstelling of niet? Aardige gedachte, maar je moet dat natuurlijk altijd waarmaken. En ja, het niveauverschil ligt allemaal zo kort en zo dicht bij elkaar, dat daar van alles in kan gebeuren. Maar het is terecht wat je zegt, we gaan die strijd gaan we wel aan. En dat is niet alleen met Aalst, maar dat geldt ook tegen Gent en tegen Warm. Want is Aalst de grote favoriet voor die vijfde plaats? Als je ziet welke spelers daar rondlopen, individueel zijn zij stukken beter. Of stukken beter, zijn ze beter dan wat wij in huis hebben. Gezien de Europese campagne, waarin je keer op keer verliest, daar word je ook niet heel veel beter van. En wij hebben het geluk gehad dat we na een Europese campagne op zaterdag tegen Aalst mochten spelen uit, twee sets weggeblazen werden, maar daarna ons in de wedstrijd konden knokken en daar twee heel belangrijke punten gehaald hebben. En onder andere die punten heeft Aalst de kop gekost voor de vierde plaats. Maar er zijn wel meer punten die ze hadden moeten halen. En met de kwaliteiten die zij hebben, hadden ze zonder meer op die vierde plaats moeten eindigen. Maar dat is nu eenmaal niet zo. Ja, nu je daar over die punten begint, ik heb het eens opgezocht. 12 van jullie 13 punten hebben jullie gehaald tegen de ploegen waartegen jullie nu opnieuw moeten. Dat zou toch positief in de oren moeten klinken? Dat is ook het niveau wat wij hebben. En daarom vind ik het ook een hele interessante tweede reeks. Er is bij ons ook geen enkele teleurstelling in het team dat we niet in die pool van 4 zitten. Want daar spelen tegenstanders in die gewoon beter zijn. En wij zitten daar net onder. We zijn competitief en af en toe, enkele uitzondering, kunnen we bovenin voor een verrassing zorgen. Maar het niveau waar we nu tegen moeten spelen, dat is eigenlijk ons niveau, waarbij iedereen van iedereen kan winnen. Maar waarbij ik denk dat in potentie Aalst het sterkste team is, maar waarbij we zeker niet kansloos zijn en we zullen daar ook volle bak voor gaan. Zouden jullie graag nog eens Europees spelen? Dat is eigenlijk een vraag die je niet aan mij moet stellen. Ik heb vaak genoeg Europees gespeeld, maar aan de spelers. En iedereen zegt dan volmondig ja. Ik heb het bestuur daar vorig jaar ook voor gewaarschuwd dat als je met het merendeel van de ploeg 3 keer traint en je moet op dinsdag reizen en op donderdag kom je terug en je kunt niet om je een pak slaag te geven. En zo werkt het Europees. En daar heeft vorig jaar Haasrode de gevolgen daarvan ondervonden. Dit jaar heeft Aalst daar de gevolgen van ondervonden. Maar die teams die hebben nog een fatsoenlijke arbeid-rustverhouding. En die arbeid-rustverhouding die is bij ons in zo'n campagne heel ver te zoeken. Dat is ook een van de redenen waarom we de laatste weken van december in een enorme dip terechtkwamen door het programma van door de weekse wedstrijden. En daardoor liepen jongens op hun tandvlees en waren ook echt blij en snakten naar de winterstop. Dus vandaaruit, als je de kansen krijgt om Europees te spelen en financieel kan dat, moet je eigenlijk ja zeggen. Ik ken en weet de consequenties, maar iedereen speelt graag Europees, dat is nu eenmaal zo. En hoe was het de voorbije weken met die verhouding arbeid-rust na die twee halve finales in de beker? Ik moet zeggen dat de twee wedstrijden tegen Woeselaar voor ons zeer welkom waren. En met name de thuiswedstrijd, daar zijn we met een goed gevoel zijn we daar uitgekomen. Zeker de eerste set, anderhalve set, hebben we naar ons vermogen uitstekend gespeeld. En je hebt twee wedstrijden, iets te doen gehad waar het om ging. Het was een halve finale van het beker. Als we die niet hadden gehad, hadden we 5 weken stilgelegen. En dat heeft ons een goede boost gegeven. Ik moet zeggen dat de weken daarna we uitstekend getraind hebben. We hebben iedereen aan boord gehouden. Tot nu toe gelukkig nog geen corona in de groep gehad. We hebben alleen Koelewijn een aantal weken gemist in verband met het vaderschap, wat heel erg goed gegaan is. De trotse vader van de zoon geworden. Die hebben we daarin wel gemist, maar de rest van de ploeg is naar een hoger niveau gekropen. Ik ben zeer tevreden over de teamperformance zoals die op dit moment is. En ik hoop dat zich dat vertaalt naar de komende wedstrijden.
toe. Maar het niveau op de trainingen is eigenlijk nog nooit zo hoog geweest als nu. Maar ik moet daarbij zeggen dat de meeste spelers nu ook fit zijn. En dat is in het seizoen wel eens anders geweest. Heb je toch wel mooie vooruitzichten, hè? Uiteraard. De vooruitzichten die zijn prima. Maar dat wil nog niet zeggen dat het resultaat prima is. Maar het vertrouwen is er. En vertrouwen in is wel een van de allerbelangrijkste zaken in het volleybal. We kijken er alleszins naar uit. Jan, hartelijk bedankt voor deze babbel. Veel succes met die openingswedstrijd tegen Karur Gent.